Hey allemaal, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van Lien's Keuken. In deze video ga ik je een ontzettend simpel en makkelijk receptje laten zien voor overheerlijke appelmoes. Deze appelmoes maak ik echt één keer in de week minimaal. En de reden dat ik hem zo ontzettend lekker vind is omdat het snel, makkelijk en ook nog eens een gezondere variant is van een pot appelmoes uit de winkel. Je hebt er heel erg weinig voor nodig. Ik weet zeker dat je heel veel van deze ingrediënten zelfs al in huis hebt. En deze appelmoes staat echt sneller op tafel dan de tijd die het je kost om een potje in de supermarkt te gaan halen. Dus nou, genoeg geklets, laten we snel aan de slag gaan. Ik ga je eerst laten zien wat je nodig hebt. En dat is appels. Een klein beetje water, verse gember, kaneel en een citroen. En eigenlijk het enige wat je echt nodig hebt zijn de appels en een heel klein beetje water. De andere ingrediënten zijn echt om smaak te geven aan de appelmoes. Maar ik wil je in deze video laten zien hoe ik hem het allerlekkerste vind. Dus vandaar dat ik dit wel toevoeg. En we gaan beginnen met de appels. Omdat ik geen suiker aan deze appelmoes toevoeg, is het wel belangrijk welke soort appel je gebruikt. Zou je bijvoorbeeld een hele zure appel gebruiken, dan wordt je appelmoes ook heel zuur. En moet je misschien toch een beetje suiker toevoegen. Ik vind een Elstar-appel het allerlekkerst om te gebruiken voor appelmoes, dus die heb ik hier nu ook. Dit zijn kleine appeltjes, dus ik gebruik er 3. En daar haal je een bakje uit wat bij mij thuis in ieder geval genoeg is voor 2 personen. Dus ik ga beginnen met het schillen van mijn appels. Ik doe dat het liefst met een dun schiller. En vervolgens snij ik ze in 4 en mag ook het klokhuis eruit. En ik zet ook meteen een pannetje op het vuur. Het gas staat nog niet aan, maar dan kan ik de appels meteen in blokjes snijden boven de pan. Als de appels geschild zijn en in blokjes in de pan zitten, ga ik op deze snijplank ook alvast de gember toevoegen. Mocht je geen verse gember hebben, kun je ook gemberpoeder gebruiken. Maar ik vind dat lekkere pittige wat die verse gember met zich meebrengt heel erg lekker. Dus ik gebruik ongeveer zo'n groot stukje en die schil ik even met een mesje. Dat kun je ook met een theelepel doen, maar dit is best wel oude gember, dus dan is die schil wat taaier. En vervolgens rasp ik hem met mijn microplane direct boven de pan, zodat ook al die gembersappen meteen in het pannetje vallen. En weet je, doe dit naar smaak. Als je niet van gember houdt, dan laat je het weg. Wil je het iets meer pittiger, dan doe je wat meer gember. Maar voor mij is dit echt precies goed. Nou, dan zet ik het vuur aan onder de pan en doe ik er ook een scheutje water bij. En dit is meer om de appels een beetje op weg te helpen, zodat ze iets minder geneigd zijn om aan te branden. En het is echt maar een heel klein beetje gewoon koud water, ongeveer een eierdopje vol. En ik doe ook alvast de kaneel in de pan. En doe dit ook gewoon weer naar smaak, naar hoeveel jij lekker vindt. Nou, dan mag het vuur best wel hoog, want ik wil deze appelmoes niet te lang laten pruttelen. Ik wil hem gewoon op hoog vuur een minuut of 3 geven. Dan is de appel echt gaar genoeg, maar heb je nog wel die frisse appelsmaak. Anders dan dat je hem echt bijvoorbeeld een half uur op zacht vuur een beetje door zou laten pruttelen. Dus het vuur mag best wel hoog. Ik hou het deksel op de pan, zodat het vocht dat in de pan blijft. En af en toe til ik het deksel op, roer ik even door. En na een minuut of 3, zo snel gaat het echt, is je appel eigenlijk al zacht genoeg. Dit kun je testen door even door een blokje heen te prikken met een mesje of een vorkje. En dan is het tijd om tot moes te maken eigenlijk. En ik gebruik hier het allerliefste mijn pureestamper voor. Je zou er ook een staafmixer in kunnen zetten. Alleen ik vind het lekker als er nog een beetje appelstukjes in zitten. En met een staafmixer ga je toch best wel snel naar een hele gladde moes. Maar ook dat is up to you. Ik ga in ieder geval met mijn pureestamper door de puree tot ik hem fijn genoeg vind. En dan doe ik ook op het allerlaatste moment de citroen erbij. Of nou, in ieder geval het sap van de citroen. En de reden dat ik die niet eerder toe heb gevoegd is omdat je vaak een beetje die frisse citroensmaak verliest als je dat sap heel erg laat meekoken. Dus ik doe dat echt aan het einde om nog een laatste frisje te geven. En dan is je appelmoes eigenlijk al klaar. Nu natuurlijk echt nog gloeiend heet, dus ik giet hem wel alvast in een bakje. Ik laat hem heel even afkoelen en ik denk dat hij nu afgekoeld genoeg is om hem met jullie te gaan proeven. Nou, hier heb ik het bakje met appelmoes. Je hebt hem natuurlijk al kunnen zien. Best wel chunky, grover dan de moes in de winkel. Nogmaals, mocht je dit te dik vinden, doe je er nog wat meer vocht bij of zet je wel even de staafmixer erin. Maar ik vind dit echt een heel erg lekkere consistentie. Nou heb ik dit al vaker gegeten, maar ik ga het toch nog even voor jullie proeven. Heel lekker. Je proeft aan het einde echt zo'n heel klein pitje achterin van de gember. Kaneel is ook heel licht aanwezig. Ja, en die citroen die frist het gewoon helemaal op.
Ik vind het lekker als je dus nog een beetje wat appelstukjes proeft. En dat is bij deze mousse op dit moment ook echt het geval. Heel erg lekker als je bijvoorbeeld kip met patat en appelmoes serveert. Of nou, waar je dan ook graag je appelmoes bij eet. Dus mocht je nog nooit zelf appelmoes hebben gemaakt, dan hoop ik dat ik je nu heb geënthousiasmeerd om dat wel eens te doen. Vond je het een leuke video? Vergeet dan zeker geen duimpje omhoog te doen. Abonneer je op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van alle nieuwe video's. En dan hopelijk tot heel snel. Doei!